De politie en burgemeester Jorritsma hebben geen grote fouten gemaakt bij de aanpak van de avondklokrellen op 24 januari. Maar er zijn wel belangrijke lessen te trekken. Dat zeggen onderzoekers van het COT, die precies hebben uitgezocht wat er allemaal precies gebeurde op die middag en avond. Het begon nog rustig met een demonstratie tegen de coronaregels. Alleen, er was geen toestemming voor. De demonstranten kwamen toch naar het 18 septemberplein. En dat is geen geschikte plek, zeggen de onderzoekers. Maar ja, als je een demonstratie verbiedt, kun je moeilijk zeggen dat als die toch doorgaat, het dan op een andere plek moet. De belangrijkste conclusie die ik lees en die ook in het rapport staat, is dat de gemeente en de politie eigenlijk alles aan hebben gedaan wat in hun vermogen lag om de ongeregeldheden te voorkomen. Ik heb toch de indruk, wat ik op dit moment zie, dat we toch een beetje overvallen zijn. Men had wat minder verwacht. Het is ook gruwelijk uit de hand gelopen. We moeten ook beseffen dat al deze demonstraties, deze rellen, waren verboden. Dus op welk plein dan ook, daar hadden geen mensen moeten zijn. Het draaide uit op rellen en daarbij werd het halve station gesloopt. Een auto van ProRail werd in brand gestoken en de Jumbo op het station werd geplunderd. Burgemeester Jorritsma kreeg de afloop vooral kritiek op dit interview. Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg zijn, dan zijn we op weg naar burgeroorlog. Dit is echt niet meer te harden. Dan moeten we het leger inzetten. En zijn we zo ver gezakt in deze samenleving dat we dat moeten laten overkomen. Ik weet echt niet hoe je dit moet aanpakken nog. Die omstreden uitspraak heeft Jorritsma sindsdien niet willen terugnemen. En dat doet hij nu ook niet. Wel belooft hij dat hij een volgende keer zich minder zou laten meeslepen in zijn emoties. Emoties zijn een slechte raadgever. Volgens mij laat dit zien dat daar een hele betrokken en goede bestuurder staat. Een goede burgemeester die aan de ene kant emotie toont, die we ook allemaal in die stad willen zien. En aan de andere kant ook wel zijn lessen trekt uit wat er gebeurt. En ik heb me eigenlijk best indruk dat je boos bent. Maar boos of emotioneel zijn twee totaal verschillende dingen. De vraag blijft wel in hoeverre Eindhoven voldoende was voorbereid op die rellen. Was er genoeg capaciteit bij de mobiele eenheid? En was hij goed genoeg uitgerust om zich tegen de relschoppers te verdedigen? Het is toch een beetje raar dat ze een peloton moeten laten komen uit Amsterdam. En een beetje raar dat ze een tweede tankwagen moeten laten komen uit de Rotterdam. Capaciteit van politieinzet, zowel materieel als personen, dat is niet zo vanzelfsprekend. Incidenten moet je oprekenen. Dan moet je zeggen van tevoren laat die wagen maar komen en laat de peloton maar komen. Jorritsma wil nu niet voor de camera reageren op het rapport. Dat doet hij pas nadat hij aanstaande dinsdag er met de gemeenteraad over heeft gesproken.